welkom. Dank je. Hoe gaat het met je? Met mij? Voor het moment gaat alles goed. We zijn op stage, dus... En hoe is het hier? Leuk ontvangen door de groep. Echt een toffe groep. En ja, we proberen nu zo goed mogelijk ons best te doen. Dus een toffe groep. Wie heeft u als eerste verwelkomd? Hè? Ja, eigenlijk iedereen zo wat. Ik kende bijvoorbeeld Dylan Dassy wel al een beetje. Dus die heeft mij wel een beetje rondgeleid in de club. Maar voor de rest, ja, de oudere mannen ook. Allee, ouder zeg ik nu, maar er zijn niet echt zo heel veel oudere mannen. Ja, iedereen een beetje, vooral de Vlamingen in het begin wat mee opgetrokken, maar nu ook met de Engelstaligen begint steeds beter en beter te lukken. Merk je dat in de groep dat zo wat jonger van geest is, dat er niet zoveel oudere gasten bij zitten? Ja, er zijn wel ervaren spelers, dat wel. En dat merk je. Maar het is niet dat er echt iemand bovenuit steekt qua leeftijd, denk ik. Dus daar zit een leuke mix in. En Dylan, van waar ken je hem dan? Ik heb bij hem op school gezeten. Okay. In Topsport Leuven. En ja, leuke gast. Ja, altijd ambiance. dan even compleet naar jou. Wat voor speler ben je zelf? Omschrijf je dat eens? Ik ben een centraal verdediger. Groot. Goed voetballend. Lange bal is mijn sterke punt normaal. En ja, kopbal sterk. Moet ook wel met die grote. Ja, ik denk dat zo... Hetgeen is altijd spelen voor te winnen. Ik denk dat dat mooi past bij de club ook. Dat dat een leuke ding is. Een echte vechter. Ja. Vorig jaar, de transfer was al vrij snel rond. Ik denk rond de winter of zo. Dan ja. Is het logisch dat je bij je huidige club misschien wat minder speelt. Ja. Hoe kijk je terug op die periode? Was dat ja, vorig jaar is voor mij een heel moeilijk jaar geweest eigenlijk. Vooral mentaal dan. Omdat ik kwam in een beloftegroep terug, nadat ik 2 of 3 jaar met de eerste ploeg had getraind en gespeeld soms. Dus voor mij was dat een hele aanpassing. Had ik niet direct verwacht, ook niet. Maar van de club zelf of gewoon dat je daar zo... Nee, dat ik terug naar dat niveau zou gaan, ja. Had ik zelf niet verwacht. Maar ja, proberen zo goed mogelijk je best te blijven doen en elke training ervoor gaan, ook al... Lukt het soms mentaal niet helemaal. Toch proberen zo goed mogelijk je best te doen. En hoe sleep je jezelf daar dan door? Ja, vooral met optrekken met vrienden naast het voetbal. En proberen op het veld gewoon je eigen ding te doen. Niet naar te veel naar de anderen te kijken, maar gewoon aan je eigen werkpunten werken. Je lijkt ons op het eerste zicht, hè, we hebben er een beetje over gediscussieerd of gebabbeld, je lijkt ons een rustige, nuchtere jongen. Hoe omschrijf je jezelf als persoon? Als persoon ben ik een ingetogen iemand, dus ik ga niet overal te veel lawaai maken. Maar als ik echt close ben met mensen, dan gaat je mij wel zien veranderen of zo. Dan kan ik wel uitbundiger zijn en wat meer onnozel doen. Okay. En hoe is dat op het veld? Ben je daar ook Op het veld ben ik ook eigenlijk redelijk rustig. Maar soms, als ik gefrustreerd raak, dan kan het wel eens iets agressiever aan toe gaan of zo. Maar meestal blijft dat binnen de perken. Even terug naar de periode waarin dat je voor ons hebt getekend. Hoe zijn die contacten verlopen? Hoe is dat gegaan? Ja, het contact was via de makelaar dan en via Tom vooral. Een gesprek gehad en liep eigenlijk direct heel vlot. Ik vond, KV Mechelen is altijd al een club geweest met veel supporters die enorm uitbundig zijn. En daar spreekt iedereen wel aan, denk ik. Dan een gesprek gehad. Tom heeft wat meer verteld over het plan van KV Mechelen, wat ze hadden. En ik vond mijn eigen daar wel in passen. Dus dat was redelijk direct. Wat waren de raakpunten? Ja, de raakpunten, ik weet het nu, ja, vooral de supporters dan, waar ik echt naar uitkijk dan voor mee te spelen. De groep waar hij heeft over verteld, dat er veel Belgische jongens zijn, dat er veel Nederlandstalige jongens zijn. En dat degenen die dan Frans of Engels spreken, die zich heel goed integreren in de groep ook. Dus dat er eigenlijk een leuke mix is, waar ik mij ook direct erbij thuis voelde. Dus. Toen was Wouter Franke uiteraard nog coach. Je gaat waarschijnlijk ook met hem misschien een keer gebald. Nee, dat hebben ze speciaal niet gedaan toen. Okay. Omdat Wouter vooral bezig was met
dit moment zelf, de huidige moment. En zijn hoofd stond nog niet bij transfers voor later. Dus. Oké. Nu is er een nieuwe coach voor ons dan. Voor jou is het gewoon je eerste coach. Nee. Heb je met hem al kunnen pingpong, al wat gesprekken kunnen hebben? Nog niet echt een individueel één op één gesprek, mm-hmm. maar zo kleine dingetjes op het veld voor bijsturingen. Ik denk dat elke coach dat wel heeft in het begin. Zeker dat ze zowat zaken wat zij verwachten van ons, dat ze dat direct meegeven. Dus zo'n dingen zijn er wel gezegd geweest, maar nog niet een individueel gesprek. Ik ga ervan uit dat je ook een paar wedstrijden bent komen kijken in de periode dat je getekend hebt en vandaag. Wat viel je daarop? Ja, zoals ik al meer heb benadrukt, vooral de supporters. En hoe dat zij de spelers eigenlijk naar voren sturen elke keer, telkens op de juiste manier. Ik heb niet veel fluitconcerten of heb ik nooit gehoord, dus dat is een heel positief iets. Ik denk dat de ploeg ook helpt. Als er zo'n support achter staat, dan kun je altijd nog dat tikkeltje meer brengen op het veld. Hè. En werd je al erkend? Hè? Want je wandelt dan tussen de supporters in het stadion. Nee, dat viel eigenlijk redelijk goed mee. Dat viel redelijk goed mee. Geen handtekeningen moeten aantrekken? Nee. Maar dat kan misschien komen. Hè. Je hebt nu getekend voor 4 seizoenen, dat is een lange periode. Je kunt meegroeien met de club, maar laat ons al kijken naar het huidige seizoen. Wanneer is dat voor u geslaagd, persoonlijk? Voor mij persoonlijk is het geslaagd. Ik probeer zoveel mogelijk mij te laten zien aan de... Voor iedereen een nieuwe coach nu. Dus ik probeer mij zoveel mogelijk te laten zien aan de coach. En voor mij het seizoen is geslaagd als ik toch wel een aantal matches kan meepakken op het hoogste niveau. Ik denk dat dat voor mij het doel moet zijn, zoveel mogelijk speelminuten verzamelen. We gaan nu terug naar je kamer sturen, Toon. Dikke merci. Nog één vraagje. Waar gaat je mee bezighouden nu de komende paar minuten of paar uren? Voor ik moet gaan trainen, ga ik nog een filmpje kijken, Harry Potter of zo. En dan, dan terug op naar het trainingsveld. Kijk, oké. Dank je wel. Dikke merci, man.